Welkom op mijn YouTube-kanaal, als je leuk kijkt. Vandaag hebben we toernooien gehad bij de voetbalwerkplaats. Hogeschool Utrecht. Wat meegedaan. Cerelo en de voetbalwerkplaats waar ik zit dan. En andere jongens. Ik laat filmpjes allemaal zien. Wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb iemand interviewd. Voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Wat hij vond en hoe wat. Ik laat de filmpjes zien en de foto's. Hier komt ie. Stel je maar voor, ja. Hallo, kijk eens. Ik ben Giancarlo. Ik werk bij de voetbalwerkplaats. Nu en we hebben vandaag een toernooitje. Met de voetbalwerkplaats, de Hartenberg en Social Work Hogeschool Utrecht. Ik verwacht een hele mooie sportieve toernooi met veel mooie acties, mooie goals, sportiviteit. En het wordt een mooie dag, het blijft droog, dus we gaan er wat van maken. Dus goed, spreek je daar de wedstrijd weer? Ja, zeker, gaan we doen. We hebben vandaag een toernooi bij voetbalwerkplaats. 4 teams. Hogeschool Utrecht, Cerelo in voetbalwerkplaats. Goaltje klaargezet. Hier een goaltje hebben we klaargezet. Daar een goaltje klaargezet. Hier banken van de wissels. En water hebben we klaargezet. Hoe is de wedstrijd gegaan? We hebben 2 potjes gespeeld. 1 keer tegen Hartenberg en 1 keer tegen Social Work Hogeschool Utrecht. Wij hebben 2 keer gewonnen. Goed gespeeld. Ook heel sportief naar elkaar. Ook positief gecoacht. Ja, dat zijn vandaag zeker de pluspunten waarmee we weer verder gaan voor de toekomst. En heb je nog gescoord? Ik heb helaas niet gescoord. Achterin, hè? Al een keer beter. Hè? Ja, komt goed. Is goed, bedankt hè. Als je de vlog leuk vindt, doe het duimpje omhoog en een fijne weekend. En maandag ook, heb ik weer een nieuwe vlog. Maandag gaat over waar heb ik gevoetbald, waar ben ik op begonnen met voetballen. Dat laat ik maandag even allemaal in de vlog zien. Als je de vlog leuk vindt, doe het duimpje omhoog en tot maandag. Groetjes.